Ik heb een goed humeur. Ik ben uw adviseur. Hier is Vincent, vrachtwagenchauffeur, aflevering 32? 31? Maak het uit! 32! Let's go! Woehoe. Let's go! Vroom vroom! In mijn mooie wagen scheur ik door het land. Zit ik weer in de problemen, heb een hekel aan Duitsland. Oh, dit is zo creepy. Let's go, vrachtwagenchauffeur! Ik ben nu adviseur, met een goed humeur, Vincent chauffeur, ja! Yeah! En we zaten op de weg richting Groningen tijdens het vrijrijden door het land. En ik scheur in mijn vrachtwagentje. Jullie kennen het wel, vrachtwagenchauffeur Vincent. En dit keer zijn we dus met een veel te snelle motor op weg. Er zit echt een veel te snelle motor in mijn vrachtwagen. We mogen hier maar 100 kilometer, maar ik ga makkelijk 130 met dit dingetje. Met dit gekleurde apparaatje. Ik laat gewoon vanaf de buitenkant zien hoe het eruit ziet. Kijk. Dat is mijn vrachtwagen. En ik kom aangescheurd. En we gaan dus naar het centrum van Groningen. En dat is hier naar rechts toe. Ik neem de afrit. Ik minder een beetje vaart omdat het een bochtje is. Ook al zal ik niet makkelijk kantelen met deze omdat ik geen vracht achterop heb. Dat is ook de reden waarom we natuurlijk wat sneller gaan dan normaal. We kunnen hier naar rechts. Dat gaan we ook maar gelijk doen. Hij stuurt ook echt heel snel dat ding. Echt verschrikkelijk snel. En dan gaan we eindelijk Groningen ontdekken. Ik weet het, het zal niet heel anders eruit zien dan Amsterdam. Maar het ziet er wel anders uit. Hey. Het is natuurlijk gewoon simpel. Een hotelletje hier. Een dingetje daar. Een tankstationnetje hier en een tankstationnetje daar. En het zal niet veel anders zijn. En het is ook leuk dat Groningen maar twee straten heeft. Maar dat is natuurlijk hier veel te raar om natuurlijk compleet Groningen na te bouwen in Truck Simulator. Kan je beter Groningen de game noemen, weet je wel. Want het is gewoon verschrikkelijk groot. Zo. En we staan... het leek me wel leuk als ze gewoon echt compleet in Nederland iets had gemaakt. Ik weet dat er een mod... Ik weet dat er een mod uit is van Nederland... En die mod die is dus dat je dan door Nederland kan rijden. Dat ze dat allerlei plaatsen hebben gemaakt. En dat is leuk, want herken je misschien ook wel je eigen dorpje erin, hè? Dus ik ga dat ook eens uitpluizen of dat een beetje werkt. En als die mod dan een beetje aanslaat en leuk is, dan kan ik ook die mod nog spelen in het spel. Dat is altijd leuk om te doen. En ik sta weer voor het stoplicht, uiteraard. Nou, ik wil een beetje Groningen ontdekken, dus... Ik ga even hier naar rechts. Dat is misschien beter. Zo. En hier zit een bedrijf. En ik wil eigenlijk kijken wat het bedrijf precies is. Nou, dit is niet echt een bijzonder bedrijf, geloof ik. We gaan er maar... Het is precies hetzelfde als wat we in Amsterdam hadden gevonden, eigenlijk. Dus ik ga eigenlijk gewoon weer een beetje terug. Zo. En wat hebben we hier allemaal? We kunnen een slaapplek hier rechts... Ja, dat was duidelijk rood. Oké, ik krijg gewoon door. YOLO! Ik krijg ook gewoon geen boete, hè? Voor het... Ik speel wel buschauffeur. Buschauffeur Vincent. Ik wil eigenlijk dat hotel even bekijken hier. Hallo meneer de hotel. Schade. Oh jee. Mensen rammen op mijn vrachtwagen terwijl ik niks doe. En hier staat weer een vrachtwagen. We kunnen een scherpe bocht nemen. Zeker weten. Zo. Nog een klein stukje weg moeten we gaan uitpluizen hier. En weer op rood. En dan is daar nog rechts tegenover is ook nog een bedrijf, zie ik. Ik laat wel even zien in de map. Je ziet het wel. Daar helemaal rechtsboven. Ja. Er staat een groen tekentje. Ik denk dat dat het logo is van een bepaalde... Ik weet niet. Kom op. Het mag best groen worden. Kom op. Ja, dankjewel. Ik had al veel eerder dat moeten doen. Ik mag niet slaapvallen achter mijn stuur, jongens.
Wat hebben we hier? De garage momenteel te koop voor 180.000. 180.000 is op zich wel leuk als we een nieuwe garage hebben. En dat in Groningen. Zullen we er een halen of zullen we het liever eentje in het buitenland doen? Want ik denk als we er een in het buitenland kopen dat het beter is dan dat we twee garages in Nederland hebben. Ik denk dat ik hem niet koop. Nee, ik denk inderdaad dat we het eerste plannetje doen. Dat ik inderdaad zoiets heb van ik ga naar het buitenland toe en dan... In het buitenland koop ik iets. En dan weet ik niet of dat in Italië... Ik denk dat dat dan in Italië wordt, hoor. Een garage in Italië. Want dat is wel de mooiste omgeving. Vind ik. Dus we moeten zeker even kijken dat we daarheen kunnen gaan. Ik weet wel dat ik nog wat in Groningen kan verkennen. Qua land. Dus volg even deze man daar. In dat kleine pick-up autootje. Hij heeft ook een beetje zooi bij hem. Ik denk dat het gewoon een werknemertje is. Ik passeer hem wel eventjes. En weer rood. We gaan gewoon lekker de rood heen. Huppakee. En ik word ook niet geflitst, dus dat is mooi. En hier rechts hebben we ook iets aparts. Ik weet niet wat het is. Maar ik wil er wel voor kijken wat het precies is. Het is een bedrijf, denk ik. Eurogoodies. En dan gaan we kijken wat voor opdrachten we daar kunnen accepteren. Dus alleen echt Eurogoodies vrachtwagens kunnen we leveren. Van Groningen naar Amsterdam. Ik accepteer het niet. Maar wel leuk dat hier zo'n Eurogoodies bedrijf zit. Die kunnen onthouden dat die daar zit. En ik zie zo'n vraagteken op de mapkaart. En ik weet niet wat dat is. Maar daar ben ik ook nieuwsgierig naar. Die zitten hier rechts. En even kijken. Osnabrück en Centrum. Gaan we richting het centrum. Ik weet niet wat daar verder op is. Daar kunnen we ook nog heen. Nee, dat is afgesloten. Volgens mij. Of niet? Nee, er zit wel wat daar. We gaan dadelijk naar het vraagteken. Ik ga eerst even naar voren. Want er zit ook nog een klein bedrijfje. Of groot bedrijf, dat weet ik niet. Mag ik niet zeggen dat het, of het een klein of groot bedrijf is. Maar het zit daar een beetje verscholen in de hoek daar. Het is een beetje naar onder als je naar onder Groningen gaat. Heb ik nog nooit gereden hier. En misschien is het wel een boerderijtje of zo. Ik denk dat het wel daar in de buurt komt, hoor, van een boerderijtje. Oh, wat leuk, joh. Ziet er heel schattig uit met de bloemetjes ook. Zonnebloempjes. Eacres. Oh, wat grappig, joh. Ik denk dat het vooral grond is en bloemen en zo vervoeren. Even kijken. Wat hebben ze hier? We hebben vlees en tomaten. Oké. Tomaatjes kunnen we trouwens vervoeren naar... Even kijken, kan ik de mapkaart... Naar Zwitserland. Dan zitten we wel vlak bij Italië op zich. We kunnen die wel gaan doen. Tomaatjes. Ja, op zich is dat wel netjes. Maar ik weet niet als je in Zwitserland bent of ik dan ook in Zwitserland blijf. Ik denk dat ik dit gewoon aanneem. De trailer is gereed. Ik ga gewoon tomaatjes... Gaan we gewoon random vervoeren. Oh, er lopen kippetjes! Wat schattig! Zo, en we hebben de truck en we gaan dus lekker met onze truck gaan we naar Zwitserland. Ja, en Zwitserland ligt dus boven Italië zoals jullie zagen. En in Italië willen we dus een garage kijken of dat te koop is. En het is wel leuk met dat vrij rijden. We kunnen dingen ontdekken. En we kunnen eigenlijk bepalen waar we heen gaan. En ik denk... Oh, schrik me dood, achterlijke Duitser. En dat in Nederland rijden. Vergunning. Achterlijke aap. Goed, we rijden verder. We doen alsof er niks aan de hand is. Want dat doe ik vaker. Maar dat is ook gewoon soms nodig. Anders ga je alleen maar irriteren over die rare mensen die raar rijden. Ja, Zwitserland is op zich ook wel een mooi plekje om even naartoe te rijden. Het wordt wel een eindje, hoor, mensen. Het is wel echt... Maar we zien wel een stuk van Nederland. En ik kan niet zien of we hier... Hier hebben we nog nooit gereden. Dat weet ik omdat het eerst niet geel eruit zag. Maar je kan, omdat het nu rood is, zie je dus niet of het wanneer het geel wordt. Dat is wel jammer.
Maar ik weet, omdat we vorige keer zagen dat we hier nog niet hebben gereden, dat we hier dit allemaal ontdekken opnieuw, de map. En ik kan even op de M kijken. En dan kunnen we kijken dat we bijna 20% hebben ontdekt van de map. Dat is echt uber weinig, aangezien we al bij aflevering 31 zijn, of 32 zelfs. Ja, ongelooflijk. Het spel is echt niet normaal groot. Dus ik weet niet wat die mensen hebben gedacht toen ze dat spel gingen maken, maar dit lijkt me echt heel veel tijd om dit te doen. Ik zal je maar gewoon remmen. En ik ben nu te laat. Dus wat ik nu ga doen is doorrijden. Er komt toch geen verkeer aan. Zijn ze weer met de weg bezig, zie ik. Ze hebben de weg helemaal opengebroken. Zo. Ik ben aan de tijd. Er komt een pick-up aan. Wel een lekker grote pick-up. En je ziet gelijk al, omdat we nu die tomaten vervoeren, dat mijn vrachtwagen wel weer wat moeite heeft om lekker hard te scheuren door de bochten. Je merkt het gelijk, het komt gewoon elke kilo die vracht. Maar ja, dat verlaagt het natuurlijk wel dat we weer een boete kunnen krijgen door het snelrijden. Dus dat, het heeft wel zijn voordelen op zich. En dat is iets wat gewoon telt. Hè? Ah, mooi stuurwerk, Vincent. Het is gewoon formidabel. Ik ben benieuwd waar we nog langskomen dadelijk. Maar deze weg kunnen we helemaal uitrijden. Dat duurt wel even. En dit gaat gewoon langs Groningen, Friesland, Drenthe. Friesland niet voor mij. Gewoon maar gelijk van Groningen naar Drenthe. Of kom je wel langs Friesland? Ik weet het niet meer, joh. Volgens mij wel. Wel leuk dat je die kippetjes zag. Voor mij heeft het spel wel veel dingen, maar ik heb nog lang niet alles gezien. Dus dat is wel heel gaaf, hoor. Het zou ook leuk zijn als die een andere route berekent naar Zwitserland. Op een weg waar ik nog nooit gereden ben. Dat vind ik dan weer voordelig met de map verkennen. Want we zijn bijna op 20%. Ik kan wel even op de M klikken. We hebben nu nog 19,87%. Dan ga ik daar gewoon nog een keer klikken. En dan kijken of het echt steeds meer wordt, zeg maar. Ook wel een beetje meer rijden natuurlijk. Ook eens kijken. Wat is 87? En nu hebben we 89. Kijk, we komen er wel. Het wordt dus wel ontdekt de hele tijd. Mooi. En we gaan ook lekker 100 km per uur. Dat is wel een lekker tempootje hier ook. Weinig verkeer. Leuke molentjes. Het is Nederland. Vertrouwd, weet je wel. En, weet je wat nog belangrijk is? Geen flitsers langs de weg. Klinkt misschien een beetje lullig, maar ik vind het fijn als er geen flitsers zijn. Ik wil lekker doorrijden. Vooral op rechte lange stukjes. Een beetje, ja, flauwe bochten. Dat maakt het allemaal goed. Hier komen wel wat scherpe bochtjes volgens mij, of valt het mee? Ja, het valt best mee. Dus een beetje iets scherper dan een flauwe bocht. Maar ik kom wel in de buurt van een flauwe bocht. En hier voor me, dat is wel grappig, zien wij een vrachtwagen rijden waar we eerst ook werk voor konden doen. Eurogoodies. Dus blijkbaar heeft iemand anders die job aangenomen om Eurogoodies te vervoeren. Ja, hij gaat waarschijnlijk ook richting Duitsland waarschijnlijk ook. Ja, ik ben heel benieuwd. Maar hij rijdt op zich wel aardig door, 80 km per uur. Ik denk dat hij net 83 gaat. Eurogoodies. Ik vind het logo wel heel erg leuk. Ik weet niet of het echt bestaat. Of dat de makers zoiets hebben van we gaan zelf dingen bedenken. Want ik weet dat natuurlijk de merken die bestaan gewoon, hè. Dat weet u wel natuurlijk wel. Nou, hij gaat ook hier naar voren. Wacht jij eens even, auto, goed zo. Je mag hier 90. Kijk, en dit is echt Nederland met die prachtige Nederlandse borden. Zie je het? Echt heerlijk om te zien ook. We hebben gewoon te weinig in Nederland gereden in de serie. Echt te weinig. Ik klik op de M en ik denk dat jullie me kunnen feliciteren met het behalen van 20%. Ik heb 20% uitgereden in de hele map. En dat is echt behoorlijk wat, hoor. Euroknallers in de Eurogoodies. Voor een euro kunt u nu profiteren van een chickenburger. Zonder saus. Dan betaalt u nog 3 euro extra. Kijk nu voor een voordelen op eurogoodies.nl. Ik weet niet of de site zelfs bestaat. Dan maak ik weer reclame van een vreemd iets. Maar
wat ik nou wel zie, en dat kan ik heel moeilijk op mijn dashboard zien, want vorige keer zag ik dat wel goed, maar ik heb heel weinig benzine nog over. Dus, en ik kom net langs een tankstation en ik stop niet, weet je. Dus het wordt weer een soort van spanning van, je hebt bijna geen brandstof meer, zoek naar een tankstation. Het staat gewoon als melding nu en ik rijd er net langs. Dus ik ben een beetje moeilijk bezig nu. Ik ben heel fout bezig. En ja, het volgende tankstation, ik ben bang. Of ik moet terug, dat haal ik niet. Waarom gaat hij op zijn remmen, die aap? Ga doorrijden, jongens. Goed zo. Oh jee. Ik ben zo'n oetlul geweest om niet te tanken. En als je ziet, ja, we komen langs het tankstation. Maar dan moeten we nog even volhouden. En dit wordt echt spannend. Want mijn brandstof is ook helemaal rood aan het gloeien. Dit is echt heel spannend, zeg maar. Oh shit, hé. Kom op. Jongens, moeten duimen? We gaan het volhouden. We gaan 80 km per uur. Ik probeer niet te remmen. En dat is niet moeilijk voor mij. En we gaan richting Dortmund. En ja, ik hoop echt dat ik niet dadelijk dat ineens stilvalt. Want dan moeten we weer door de wegenwacht worden opgehaald. En dat kost gewoon veel tijd. We zijn nu bezig met een vracht. En als je bezig bent met een vracht, moet je gewoon wel op tijd afleveren. Anders worden de mensen boos. Op zich mag je wel één keer de wegenwacht laten bellen. Dan kan je het op zich nog wel halen. Maar bij twee of drie keer dan houdt het gewoon op. Dan haal je het gewoon niet meer. Scherpe bochtjes. Best wel scherp. Die heb ik nog nooit gereden. En nou moeten we echt heel erg oppassen. Anders hebben we daar ketchup achterin. En trouwens, het intro nummer kunnen jullie downloaden. Kopen op iTunes. En downloaden of gewoon luisteren via Spotify gratis. Dus moet je maar eens opzoeken. Vincent, chauffeur Vincent. Dan kan je het volledige nummer horen. Duurt een minuut in plaats van de paar seconden die je hoort op mijn intro. Misschien wel leuk om het te horen. En dan praat ik ook over tomaatjes toevallig. Omdat ik ze nu vervoer. Ik kwam er gelijk op, zeg maar. Oh, wat doe ik nou? Ik ga op de vluchtstrook rijden. Dat een voorteken dat ik dadelijk al op die vluchtstrook stil ga staan, weet je wel. Kom op. Kom op, Vincent. Kom op. Waar is het tankstation? Bijna. We zijn bijna bij het tankstation. Dit wordt echt heel spannend. Oh, heb ik al wat van de map verkend? 20,22%. Het gaat op zich wel lekker snel. Op die manier. Alhoewel, ja, redelijk hoor. Het gaat niet heel snel. En daar tegen verderop is het tankstation. Ik weet wat jullie denken. En ik weet wat er nu kan gebeuren. Dat je net voor het tankstation stilvalt. Dat is er altijd, die kans. Dat is er altijd. Ik weet dat het riskant is, maar we moeten het doen. Kom op, Vince. Kom op, truc. Je bent een goede truc. Hou het vol. Hou het alsjeblieft vol. Kom op. Zal ik hier maar tanken dan? Wel twijfelgeval hoor. Ik ga hier tanken. Oké. Oh, ik ga zelfs achteruit rijden. Kom op, kan je nog een beetje vooruit? Ja, het gaat nog net. Dieselprijs, €1,46. Schakel de motor uit. Ik ga eens mijn best doen. Wat? Alles gaat ineens af. We gaan tanken. En er zat serieus nog maar 4 liter in onze tank. Dat is echt heel weinig. 4 liter. Als je dan nagaat dat er zat 4 liter in onze tank en er kwam 536 liter in. Dus dan kun je nagaan hoeveel liter wij nog over hadden. Dat het, ja, het was gewoon bijna, we stonden gewoon bijna stil, zeg maar. Maar we zijn nu gewoon weer lekker. Wat? Heb ik een boete? Waarom heb ik een boete? Heb ik iets gedaan? Wat heb ik gedaan? Wat heb ik verkeerd gedaan? Ik krijg een boete. En ik weet niet voor wat. Oké. Leuk. Parkeerlichten, wat is dit nou weer? F3? Oh. Holy crap, je kan nog. Oh, grappig joh. Oké. F2, wat is dat? Oh, mijn kijkspiegels kun je uitzetten. Je kan nog een extra kijkspiegeltje erbij doen. Is misschien leuk voor jullie. Ik moet niet naar Auschwitz. En F1 is. Oh, dat is pauzeren. Oké. Yeah. Nou, we hebben het gelukkig gehaald. Dat was best wel spannend. Ik vind dat wel leuk. Dat je een beetje voor jezelf een beetje spannend houdt. Dat is helemaal niet erg. Even kijken hoe ver we op de map zitten. Even kijken. Als hier Groningen was. En we zijn hier. Dan zijn we op de. Oh, nog niet op de helft. Nog lang niet op de helft. Jeetje. Dat is echt nog even een stuk rijden hoor. Want dit hebben we gehad net. En dit,
ja, we zijn op 1/3. Ja, ik kan er niks aan doen. We moeten wel heel ver rijden. Hè? Ja, het is niet anders. Ik moet naar Italië. We moeten kijken of er iets vrij is daar. Nou, het moet niet, maar het ja. Zover is het kloppen. Het is nog maar 2 uur 's middags. Ze mogen niet gaan rapen. We zitten nog maar net op de weg. Bij wijze van spreken. Nou, we zijn al vanaf Rotterdam bezig. Rotterdam naar Groningen. Van Groningen helemaal naar Zwitserland. Van Zwitserland naar Italië. Gelukkig is dat niet zo heel ver, denk ik. Denk ik dan. En we rijden weer door Duitsland. Dus eigenlijk mag ik hier keihard rijden. Dat weet ik. Maar ja, wat noem je keihard? Mijn vrachtwagen gaat geen 135 km per uur meer. Nee, we houden het op 90. We gaan nu richting de 100. Angstvacht. ...90 km/u. Richting Keulen weer. Net als vorige keer. Ik denk dat wij te snel gaan. Aangezien ik een snelheidsboete krijg. Gelukkig vergoedt mijn baas dat wel weer. Maar ik wil dat mijn baas gewoon rustig blijft. En dat er geen gezeur komt tussen mijn baas en mij. Dan komt het helemaal goed. Dan ben ik blij. Dan is iedereen blij. Maar we moeten wel houden aan die snelheid. 80 km/u. Jongens, dit schiet er niet op. Dan ben ik over 3 weken ben ik nog niet in Zwitserland. Keulen, Frankfurt en Düsseldorf staat er op de bordjes. En we zitten op de... Kijk, kan ik het goed lezen? Op de 45 is dat niet de A5, maar gewoon de 45 heet het. Ja, ja. Mensen, ik ga afsluiten. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat het leuk vonden dat ik eventjes op vrije voet met mijn eigen vrachtwagen door het land ga reizen. Dat we geen aparte opdrachten meer doen. Dat is gewoon heel fijn. En ja, met €417.000 op zak, wat ik nog steeds niet veilig vind. En ik weet ook niet, ik ben natuurlijk baas van mijn eigen bedrijf. En die twee vrachtwagenchauffeurs, ik weet niet wat die doen, maar die rijden zo verschrikkelijk. Dat duurt zo lang voordat die wat geld verdienen, dat ik gewoon eigenlijk gewoon 10 keer meer verdien. Eigenlijk veel meer zelfs, voor mij 20 keer meer of zo. Echt ongelooflijk. Maar ja, maakt niet uit. Deze vracht hebben we gewoon aangenomen, we gaan het gewoon halen. En de volgende keer komen we hopelijk aan bij Zwitserland. Dus bedankt voor het kijken nogmaals. En tot de volgende keer. Doei.